Hoi iedereen. Na al dat stilzitten, bewegen, kan het ook wel eens deugd doen om een goede stretching te doen. We beginnen met de trapezius stretch. Dat is de monnikskapspier hier van boven in jouw rug. En we gaan die stretchen door onze hand tegen ons hoofd te plaatsen en ons hoofd lichtjes zijwaarts te trekken. We houden dit ongeveer 15 tellen vol. Aan te spreken, mag je je hoofd lichtjes naar onder draaien en opnieuw trekken. En dan voel je dat die stretching meer naar achter is. Je mag je hand naar voren plaatsen, een beetje draaien en dan trekken we die schouder los. We trekken die in de richting van waar onze hand wijst. Waarom noem je dit de olifant stretch? Als je een olifant aandoet door deze houding aan te nemen, dan ben je bijna juist, maar gewoon nog even van je neus naar die schouder gaan en die schouder opzij. Probeer die schouder ook laag te houden, dus niet optrekken, maar laag. Oké, we houden even vol. Van kant. Handen duwen en dan voel je die stretch op die opstop komen. Hou je even vol. Dan mag je vanuit deze stand je voeten zetten. Dan gaan we die bekken omhoog en dan ga je door die armen duwen en die hielen richting de grond. En dan voel je ook die kuiten stretchen. Hou nog even vol. 5, 4, 3, 2, 1. En dan plaats je je linkervoet naar voren. En dan ga je een beetje door
heupbuigers en stretchen. Je mag blijven steunen op je staande knieën met de hand op de grond, zolang je die stretch maar voelt. Ontspannen te zijn en dan kun je weer tegen een tijdje. Fijne dag nog, dag!